En welkom, mijn naam is Tim van Alles Over Crypto en het is weer tijd voor een wekelijkse marktupdate. Afgelopen week was redelijk saai, zoals we ook kunnen zien hier op de Bitcoin US Dollar One Day chart. We hebben voornamelijk hier een beetje tussen de 22.500 en de 24.000 gehandeld. We zijn nu weer afgewezen bij deze 24.200. Bij het oude niveau, bij deze daily level. En daar hebben we in 2020 hebben we daar volgens mij ook nog even rondgehangen. En daarom is dit een belangrijk niveau. We hebben nu wel het belangrijke punt van 22.500 tot 23.000 gebroken. En opnieuw getest als een support. Waardoor we ook een nieuwe higher low in hebben gezet. Dus het ziet er nog steeds goed uit verder, maar de prijsactie zelf dag tot dag is een beetje saai. En we hebben nu natuurlijk steeds die 24.300 waar we tegenaan lopen. Als we een beetje inzoomen, dan zien we dat hier ook verder terug. We hebben hier de 22.400 als de specifieke last support tot 22.000. Dat zijn wel echt de belangrijke punten die we moeten houden, anders dan breken we door de range high of in dit geval de nieuwe geld support. En door de trendlijn hier omhoog, die je hier ziet. Waardoor we waarschijnlijk weer terugzakken richting 20.000 of misschien 19.000. Dus dat moet zeker behouden worden, anders dan flippen we bearish. We zien ook, we hebben ondertussen al een paar keer de 24.200 getest. Maar we zijn hier nog niet goed doorheen gekomen. We moeten hier nu een beetje de 23.600 ongeveer behouden, anders dan komen we een kleine volume gap. Schieten we hier weer terug naar 23.400 en daaronder hebben we de moving average. Of een van de moving averages van de 200 zo te zien. Dus die moeten we vasthouden, anders dan komen we weer terug in de eerdere range. Als we door de 24.200 heen kunnen breken, of eigenlijk hier de 600. Als we door deze range kunnen breken, dan komen we uiteindelijk toch in deze volume gap terecht. En is de kans groot dat we richting 28.000 tot 29.000 gaan. Er zit nog een kleine resistance hier rond 27.000 ongeveer. Waar we rekening mee kunnen houden dat we daar eventjes stagneren. Maar in principe kunnen we meteen doorgaan. En dit zou door kunnen lopen tot ongeveer 30.500. Dus dat is waar we nu naar kijken in Bitcoin. We moeten deze zone behouden en het oude daily level breken, anders dan gaan we waarschijnlijk terug richting de range low. Hier hebben we de Bitcoin dominantie. Die heeft het een beetje zwaar de afgelopen tijd. Die gaat in een versnellend tempo omlaag. En we zien hier ook dat de USDT dominantie in een redelijk rap tempo omlaag gaat over de afgelopen tijd. En nu een beetje stabiel blijft. Dus omdat de USDT dominantie stabiel blijft, Bitcoin afneemt, hebben altcoins meer ruimte om meer market share op te krijgen of op te eisen en meer kapitaal naar zich toe te trekken. Daarom heeft Bitcoin het ook erg moeilijk met groeien op het moment, omdat alle kapitaal in altcoins wordt gezet en de markt niet echt aan het groeien is over het algemeen. Als we doorgaan naar Ethereum, dan zien we dat Ethereum het relatief goed doet ten opzichte van Bitcoin. Die is door zijn key level heen gebroken. En we zien dat hij een nieuwe high in heeft gezet na twee nieuwe lows hier. Dus dat ziet er super goed uit. We hebben ook nog deze trendlijn die mooi behouden en mooi getest blijft worden. En omdat we nu dus het key level hebben gebroken, is de kans aanwezig dat we doorgaan richting 1900. We zijn wel net afgewezen bij 1800. Dus de kans is groot dat we terugzakken richting 1700 tot 1750. En daar zouden we eventueel kunnen kijken naar een paar mooie swing trade entries. Afhankelijk van de prijsactie in het key level natuurlijk. Als we inzoomen, dan zien we dat ook verder terug. We zien hier key level dat we daar een tijdje tussen hebben gehangen. Hier tussen die 1690 en 1730 ongeveer. Zijn we vervolgens nog een keertje afgewezen en er doorheen gebroken. En nu komen we waarschijnlijk nog even een keertje terug om te testen voordat we verder omhoog gaan. Ook hier geldt, key level moet behouden blijven, anders dan is de kans groot dat we onder de trendlijn zakken. En dan eventueel verder teruggaan richting de 4 uur 200 moving average.
rond 1500 ongeveer. En daaronder dan zou de volgende echt grote support rond 1280 zijn. Het Ethereum Bitcoin paar doet het ook goed. Die blijft gestaag doorgaan. We hebben ondertussen deze trade gesloten met een kleine plus 40%. Vervolgens zien we hier ook een kleine ascending wedge ontstaan. Dus het zou kunnen dat we binnenkort een breakout hebben. Die heeft een grotere kans om omlaag te breken. Dus dat zou kunnen doordat of Ethereum terugvalt of omdat Bitcoin bijkomt. En het liefste zien we natuurlijk dat Bitcoin bijkomt en meegroeit. In dat geval zouden we omhoog breken. Die kans is in principe minder groot bij een ascending wedge, maar het zou kunnen. En als we hier dan door de 0.076 breken, dan hebben we de ruimte om door omhoog te gaan richting de 0.08 of de 0.09. Dat is hoe Ethereum Bitcoin er op het moment uitziet. We kijken naar hoe de prijsactie hier verder ontwikkelt om eventueel opnieuw in te gaan schalen in deze grafiek. Dan hebben we een paar interessante coins waar we op letten. Zoals Theta, je ziet het hier. Die heeft ook zeg maar, net een nieuwe high ingezet. Een nieuwe higher low gemaakt. En ook die heeft een grote kans om terug te gaan naar zijn range of naar zijn support. Om te testen om vervolgens door omhoog te gaan. Net zoals we hier bij Ethereum zien. Test terug omlaag en door omhoog. Mogelijk richting de 2000. Hangt er net vanaf hoe het allemaal loopt. Dus dat zien we een soortgelijke manier in Theta. Hetzelfde in Binance Coin in BNB. Zien we ook, die heeft hier net zijn key level aangeraakt, afgewezen. Komt waarschijnlijk terug richting deze support ongeveer om te testen. En dan is de kans groot dat we doorgaan naar het key level en mogelijk breken. Afhankelijk van wat er in Ethereum gebeurt. Voorlopig zien we ook dat in Ethereum er veel meer vraag is naar Ethereum dan Bitcoin in bijvoorbeeld futures. En dat is op zich niet gek, omdat er natuurlijk het narratief speelt van Ethereum dat de merge binnenkort komt. Vandaaruit Ethereum heel langzaam deflationary wordt, dus er heel langzaam minder en minder Ethereum is. Dan gaan we ook over naar proof of stake in plaats van proof of work, dus dat wordt niet meer gemined, etc. En dat is een van de redenen waarom er een heleboel mensen gestaag Ethereum aan het vergaren zijn. Dan zien we vandaag in de Fear and Greed Index dat die weer een beetje in de buurt van neutraal komt. Het sentiment is over het algemeen nog steeds vrij slecht. Vandaag hebben we toevallig net een beetje een relief. Maar we kunnen nog niet echt spreken van een disbelief rally. Een disbelief rally betekent namelijk dat we alweer in een nieuwe bullrun zitten. En we hebben gewoon nog een hele grote kans dat we teruggaan naar die 28 tot, laten we zeggen, 31.000, om vervolgens alsnog weer om te keren. En van daaruit rustig door te kabbelen tot we het einde van de bear market hebben gehad. En daarvoor hebben we een paar andere criteria die waarschijnlijk gevuld zullen moeten worden. Dat is hoe we op het moment naar de markt kijken. Hopelijk hebben jullie een beetje een idee en een paar interessante plannen op kunnen doen voor de komende week. Waar je op kan letten en waar we naar kunnen kijken. En hoe wij de markt willen gaan spelen over de komende tijd. Zoals altijd, hartelijk bedankt voor de aandacht en ik zie jullie volgende week weer. Joejoe!